maar dat nummer heb ik nog niet voorbij horen komen. Ja. Zijn de buren van nummer 116? Nee, nog niet, nee. Ja, laat je tandjes maar zien hoor. Een hele goede middag, dames en heren. En ook een aantal jonge mensen. Ik noem het geen kinderen, maar jonge mensen die er ook zijn. Hartelijk welkom bij het Heugelijke Feit. Project 12 wat vandaag officieel van start gaat. Dit wordt de wijk van u. Tenminste, van heel veel mensen die ik net gesproken heb. U heeft allemaal gekeken welk plekje van u wordt. Misschien heeft u ook al inderdaad nu daadwerkelijk kennis gemaakt met uw nieuwe buren. Bij een dag als vandaag hoort natuurlijk ook altijd een officieel moment. En dat officiële moment wordt voorafgegaan door een woordje. En als eerste zou ik heel graag de wethouder van Spijkenissen willen vragen. Meneer Bal, komt u? Ja, dit is hem. Ja, geef hem maar een hard applaus. Meneer Bal heeft al nodige ervaring, want hij komt net van het land af. Want daar is ook een startbouw geweest. Het woord is aan u. Ja, dank voor deze introductie. En dat klopt. De ervaring zit er inmiddels goed in, want een half uur geleden is fase 12 van het land zijn we daar gestart. Dus nou ja, laten we vooral ook tempo hoog houden. De economie zit mee. Jullie willen graag hier wonen. Dus nou, laten we ook zorgen dat die woningen ook hier snel gerealiseerd worden. Wellicht is het ook goed om op te merken dat afgelopen woensdagavond, vorige week woensdag in de raadsvergadering, heeft de gemeenteraad besloten om het aantal lichtplaatsen hier om de hoek om die uit te breiden. De vraag is dermate groot dat we bedacht hebben, laten we ook zorgen dat we in die vraag vooral voorzien. Zodat als u hier gaat wonen en u denkt nu of wellicht op termijn, het zou mooi zijn om een boot erbij te nemen, dat daar in ieder geval ook de gelegenheid toe is. Ongelooflijk mooi om u hier met zoveel te zien. Dat is altijd een leuk moment. Nou, we hebben het weer ook nog eens mee. Wat willen mensen nog meer? En u had het net al eventjes over uw buren leren kennen. Ik begreep ook dat er inmiddels een Facebookgroep is. Facebookgroep Botter. Voor wie daar nog niet in zit. Ik zit er persoonlijk niet in, maar ik ga hier ook niet wonen. Maar voor u kan ik me voorstellen dat het wellicht interessant is om daar ook van de gelegenheid gebruik te maken om uw buren alvast te ontmoeten. En uiteraard hoop ik natuurlijk namens de gemeente Nissewaard dat u hier de komende jaren met heel veel plezier en geluk mag gaan wonen in Botter. En nou ja, laat ik daarmee dan ook gelijk het stokje overgeven, zodat we kunnen overgaan nadat de heer Boele van Duurwijdermeer heeft gesproken, dat we kunnen overgaan tot de officiële handeling. Ja, meneer Bal, u komt er niet zo makkelijk af vandaag, hè? Heeft straks nog de eervolle taak om ons te helpen bij de start van de bouw. Zeker. Dus u mag de mouwen vast op gaan stropen. En neem maar alvast een hapje sterk voer. Een beetje spinazie of zo. Want u mag straks een paar klappen op de paal gaan geven. Helemaal goed. Dank u wel voor uw mooie woorden. Ja, en hier staat, dit is denk ik voor u een hele belangrijke meneer. Dit is meneer Boele. En die weet alles van dit project. En die gaat u ook even toespreken. Geef hem alvast een aanmoedigingsapplaus, want dan bouwt hij harder door. Dankjewel, kapitein. Dankjewel, Igo, voor de mooie woorden. Beste mensen, beste kopers van ons. Hartelijk welkom op deze feestelijke handeling van het project Botter. Mede namens de bouwcombinatie, de ontwikkelcombinatie, de Volf Dijkzone, bestaande uit Ballas Nedam, Vormbouw en Duurwijdermeer.
die deze wijken, het zijn inmiddels wijken, het land, de dijkzone en de haven, aan het realiseren zijn. Wij hebben er zin in. Het gaat heel snel. We zijn heel blij dat het eerste project, en het tweede, de haven, al volop in aanbouw is. Nu jullie project. We hebben hier nog één woning te koop. Dat is ergens in die hoek. Dus degene die... Daar! Oké. Okay. Ik stond net verkeerd op de kaart te kijken dan. Maar goed, eentje nog te koop. En dan gaan we vol met de volgende fases dan aan de start. Voor u een spannende tijd. Een hoop dingen uitzoeken. Tegelwerk, keukens, sanitair en dan de tuin nog. We hebben een tuinman. Die loopt hier rond. Dus die kan u straks al adviseren voor het tuinontwerp. Leg het niet helemaal vol met bestrating. Maar maak er ook een beetje groen. Goed voor de klimaatadaptatie. Dus die kan u straks een beetje helpen. Doet u met een komische noot, heeft hij mij gezegd. Dat kan straks in Doppio. Voor u veel uitzoekplezier, maar vooral straks heel veel woonplezier. De oplevering. Net even met Bas afgesproken. Ik zeg, nou, kan voor de zomer. Hij zegt, Dick, dat gaat niet lukken. Dus ik heb met hem afgesproken oktober. Maar hij gaat zijn best doen om het sneller te doen. Maar hij is echt afhankelijk van de toelevering van alle bouwmaterialen. Zoals u wellicht weet, in de kranten staan er vol van. Het is heel erg druk in de bouw. En het laatste moet ook nog de nutsbedrijven erin. En dat is ook meestal een hele tour om die op tijd te krijgen om uw woning te voorzien van water en licht en in dit geval nog gas aansluiting. Maar goed, wij gaan ons uiterste best doen om sneller als oktober te bouwen. Ze staan daar achter je, dus spreek ze straks vooral aan in Doppio. Doe je best. En ik wens je straks een leuke borrel en vooral veel woonplezier. Dank u wel. Nou, dankjewel meneer Boele. Mag ik u ook vragen om een beetje te assisteren? Gaan we doen. Meneer Bal en als u, meneer Boele, als u alvast plaatsneemt, dan ga ik daarna een paar mensen uitnodigen die nog niet weten dat ze echt in actie mogen komen. Want dat is altijd leuk bij zo'n startbouw. Dan kies je op een gegeven moment een woning uit van welke woning gaan we gebruiken voor het ceremoniële gedeelte. In dit geval is dat bouwkavel 86 en dat is van de familie Reinaerts. En die heb ik al eventjes gezien. Ik wilde eigenlijk vragen, zijn jullie bereid om te helpen bij het start van de bouw? Dan mogen jullie deze kant op komen. En geef ze een heel hard applaus alvast, want ze wisten niet van tevoren dat ze dit zouden gaan doen. En groot en klein mag allemaal meehelpen. Ik wil eigenlijk de twee jonge mannen vragen of die een beetje spierballen hebben. Want dan mogen jullie bij de wethouder en bij de directeur gaan staan. En dan kom ik eventjes bij meneer en mevrouw. Dat jullie met z'n allen, en dat geldt natuurlijk voor uw eigen woning met uw eigen gezinnetje, maar vooral ook voor alle wijkgenoten, dat jullie hier een heel mooi leven zullen hebben en dat je hier op een hele fijne manier samen door het leven kan gaan. Jullie mogen zelf straks de champagnefles tegen jullie eigen fundering aangooien. En om het nou een beetje veilig te laten gaan, krijgt u een bril erbij. Ja, ja, ja. En dat is ook wel handig, want als u nou morgen in de krant staat, dan heeft u toch nog een beetje een leven als u straks de supermarkt in gaat. Ja. We tellen af van 5 naar 0. Bij 0 mag u de champagnefles loslaten en die dus tegen uw eigen fundering aangooien. Ik zou zeggen, doe het met beleid. Want het is vanaf nu uw eigen fundering, hè? Dus dan weet u dat. Oké, dan ga ik even kijken tot hoe ver we komen. Ik denk ongeveer tot hier. Ik hou hem samen vast. Ik weet niet of de kleine ook nog op de foto moet. Ja? Toch wel leuk natuurlijk, een beetje gezien. Wil je helpen of hou je jezelf de kleine vast? Ja? Gaat het goed? Ja, ook een beetje voor de glasprinters, ja. Dat is misschien ook wel een goed idee. Ja, dat helpt ook weer niet. Ja, oké. Nou, daar gaat-ie. Wethouder, directeur. Mouwen opgestroopt. 4. 3. Ja, jullie klappen niet meer. Ja, ik ga het nog één keer uitleggen hoor. Ik weet hoe dat is. Een directeur die houdt het altijd voor zichzelf. Ik bepaal wel zelf wel. Een wethouder zegt van joh, ze hebben mij toch gekozen. En jullie weten het gewoon nog niet. We gaan nog één keer. Daar gaat hij. En iedere tel is 1 klap. 5. 4. 3. 2, 1, 0! Oh!
dames en heren, gelegenheid om elkaar te feliciteren. Geef degene die naast u staat maar een hand, geef hem een knuffel. Want in Doppio is het warm en er is wat te eten en te drinken. En er is ook nog een heel mooi cadeautje voor u. Dus als u mee wil lopen, dan gaan we naar Doppio.